Ik denk dat we een zeer slechte start kennen. We komen al direct 5-6 scholen achter, waardoor dat je al direct moet gaan achtervolgen. Dat is nooit niet gemakkelijk voor ons. Maar we vechten ons knap terug in de wedstrijd. We nemen controle in verdediging. We doen wat er gevraagd wordt in aanval. En dan komen we knap terug tot aan de rust. We gaan rusten met 10-9. Dan is er eigenlijk alles nog mogelijk. En dat zie je ook in de tweede helft. Maar het kantelmoment kwam er maar net niet. We hebben genoeg aanvallen gehad om gelijk te komen, om zelfs erover te gaan. Maar aanvallend hebben we het niet kunnen, niet kunnen afmaken. Vanuit wat verdedigingen zeker was niet slecht hebben gedaan. Dat was vandaag nodig. Maar jammer genoeg kwam die gelijkmaker er niet. En helaas verloren. In het begin waren we eigenlijk vrij slecht begonnen. Dus dat was jammer. Dat was een heel slecht gevoel. Maar we zijn goed teruggekomen. Tot 10-9 bij de rust. En dan konden we de tekst niet over. Dus tekst, jammer gevoel. Want we geraakten er wel bij, maar net er niet over. En dat is op het einde toch wel vrij jammer en zuur vooral. Ja, moeilijk uiteindelijk nog. Hè. We hebben een heel doelstelling. Na de veldcompetitie van vooral eerst te kijken dat we in de topleague kunnen blijven om de jongeren de kans te geven om het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus was vandaag vooral een belangrijke naar de 2 punten. Want dan sta je er toch 10 voor op Riviera, dus rechtstreeks. De klas klaar gaan spelen, dat is nu voorbij, dus daar hoeven we niet meer naar te kijken. Analyse, ik zeg het, toch dan goed gestart, 7-2, vlot. Maar dan zie je Riviera dichterbij sluipen en dan stokt het weer bij ons. Hè. Dan gaan ze weer terug in 1-1 zoeken en dan is het weer terug hetzelfde verhaal wat al weken zo is. Hè. We zitten in onze beste periode. Een aantal spelers halen hun niveau niet, wat ze zouden eigenlijk kunnen halen. Ja, en dan merk je dat ze echt willen gaan forceren. Ja. Dat is niet de afspraak, daar trainen we niet op. We trainen uit collectiviteit, dat iedereen het moet doen. Ja, maar op het moment dat het wat moeilijk wordt, dan voelen die zich geroepen om dat te gaan forceren. Ja, dan krijg je geen goede korfbal niet meer. Dus schoonheidsprijs voor de wedstrijd niet, maar ik denk wel heel twee belangrijke punten. Ja, absoluut. We beginnen heel goed aan die match. En we komen, ik denk, 7-2 voor. En dan, op de een of andere manier, vervallen we toch weer in oude spelletjes. En houden het dynamische spel dat we proberen te doen niet meer vol. Ja, en dan maken we het ons eigen heel moeilijk, denk ik. Dus jammer, maar... Het belangrijkste is niet dat we die punten binnen hebben. Hè, dus.